Hoi dames en heren, en fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe TikTok-vlog van 10 minuten. Deze keer zeker de moeite waard om te kijken, want we gaan naar... Kerstmarkt in Leuven. In Leuven. Dus hopelijk komen we misschien fans mee tegen, hè Jan? Misschien, hè. Misschien. Later, toppers. Zo dames en heren, nu lopen we weer op de kerstmarkt in Leuven. Zeg ook niet zelf. Hallo allemaal, Aspen. Ik had het niet kunnen opnemen, dus sorry ervoor. En nu gaan we weer iets heerlijks klaarmaken en dat is namelijk een... kersttaart, gedecoreerd met marsepein, suikergoed en crème à beurre. En zo, hier zijn al de attributen en de ingrediënten voor de kersttaart. Dan gaan we iets 5 minuten filmen, doorfilmen. Door mij. Hoogste snelheid, 5 minuten. Ja, oké. Jij denkt dat daar rap slecht wordt, die deeg, zeg jij. Ja, hij wordt rap slecht. Ja, maar jij bent in de foto met mij. Ik heb daar alleen nog een foto. Ah, voilà. Nee, ik stop met filmen, dan wacht even. Nee, je kan blijven filmen. Ja, doe maar. Ja. Ja, die is goed. Oké. Okay. Ja, ja, die is niet stoppen. Ja, wel. Weet je wat ik kan doen, ja, want ik voel me als ik zo sta. Nee, nee. Dat is ook al aardig goed gelukt. Maar gaan we eens proeven van deze. En zo dames en heren, de heerlijke taart is klaar. De heerlijke kersttaart. Ziet er verrukkelijk uit. Nog een betere view van de taart. Voilà. Dat wordt heerlijk smullen. Ziet er lekker uit hoor. Ziet er aan, goed. Ja, hij staat niet scheef apart. Ja, doe maar. Ik denk dat je iets verder moet staan. Nee, dat komt erbij op de schoen. Nee, de eerste foto verder, de tweede iets korter en dan zo. Ja. Ja. Ah, je mag dat. Okay. Ja, die is goed. Eens kijken. Die is goed. Ja, nog hier en dan gaan we zeker nog een goede. Als maar doe eens. Gaan we ons eten hebben. Wacht even, wacht nu nog niet. Nu ja, niet eens, nee. Nog niet schrijven. Ja, ja. Ja. En zo, beste ja. Javan, wat is uw mening over de taart? Over de kersttaart? Ja, wacht hè. Wacht hè, wacht hè. Ja. Ik het goed. Maar het is wel lekker. Vooral de marsepein maakt zo'n finishing touch met de chocolade. Dus goed gemaakt, zal ik zeggen. Ah, bedankt, merci, ja. Bedankt voor het compliment. Moet ik ook een cijfer geven of niet? Dat mag eventueel in vermeld worden. Maar ik zal nog even van mij eens van chocolade proeven. Zeg. Als ik het krijg, wacht even. Een 10. Een 10 op 10. Maar proficiat, oh, bedankt. Het is wel lekker, ja. Stief het compliment. Bedankt. Ja, als je het compliment. Ja, en nu uw mening. Ja. Mijn vader zijn mening. Ik wil eerst de kerstman nog eens proeven. Want ik... Ja. Ik vind de biscuit zeer luchtig. Die is perfect gelukt, de biscuit. Enkel de marsepein is iets dikker. Dus de smaak van de marsepein komt sterker door de cake. Ik vind voor de rest de cake tip-top in orde. Welk cijfer geeft u, mijn vader? Ik geef mij zelf een 7 op 10. En oké, nu komt mijn mening natuurlijk. En zo, dames en heren, hier is mijn stukje taart. Met een prachtige sneeuwman. En die sneeuwman was eigenlijk suikergoed, dat ik het goed zeg. Maar nu gaan we eerst een stukje proeven van de heerlijke taart. Lekker. Eigenlijk is het niet lekker. Zo, dames en heren. Het stukje cake of het is kersttaart ligt nu op mijn vork. Dus ga ik er nu heerlijk van proeven.
Oei, oei, oei. Hé, wat vindt u? De smaak is zeer goed. De marsepein is alleen maar wat dik. Maar dat maakt niet uit. Mm-hmm. Voor de rest, ik geef de taart een 9,7. Oh. Mm-hmm. Ja, maar die 3% minder, ja. Omdat er maar spijbelhart is, ook. Ja. Ah, oké. Okay. En dan zeg ik jullie wat ik altijd zeg, en dat is tot een volgende video, beste toppers. En dan zeg ik ook wat ik altijd zeg, en dat is mijn bekende meme natuurlijk, blauw met witte bollen. Ja.